zal maar zeggen, goedemorgen kijkers. Het is nieuwjaarsdag. Zoals jullie zien ligt er aardig wat sneeuw. Het is wel fantastisch mooi hier. Het valt goed te rijden ook. Kijk, en dan loopt Paul. Ik zit even in mijn spiegel te filmen. Die loopt daar even foto's te maken buiten. We zijn even gestopt. Het is ook wel leuk hier natuurlijk. Zo, oud Volvootje, hey, kijk eens. Dat is een oude Titan, joh. Zo. Je kijkt, Paul, hoe hoog ze die sterk opgeschoven hebben. Ja. Dat is wel een 1,5-2 meter hoog. We zitten hier even achter de sneeuwschuiver. Nou, we zijn hier in Hagstad bij de Shell. Dan gaan we eerst even eten, als die tent open is. Kijk eens, daar rechts. Oh, ja. Zo. Onder de sneeuw, dat spul. Ja, ja. Geweldig, joh. Kijkers, welkom in de wakkere witte wereld. Het is zondagochtend 2 januari. We zitten hier nog in het noorden van Zweden, 200 kilometer voor de Finse grens. Nou, je ziet het, hè? Wordt hier een beetje gek van de drukte op die weg. Nou, we rijden hier bij het plaatsje Jeffre. Gaan we hier even kijken of we kunnen douchen. Nou, we hebben net even gedoucht. Dat ging best. Zal je snel alle krachten erachteraan. Zag je net die vrachtwagen die voorbij kwam? Die had ook die driehoekjes op de wielen zitten. We rijden hier in de plaats Haparanda. Na 2,5 dag in Zweden te hebben gereden, rijden we nu Finland binnen. Het is 1:30 middags en het schemert alweer een beetje. Nou, onderhand is het ook een beetje gaan sneeuwen. Hier in Rovaniemi. We staan hier op de Poolcirkel in Rovaniemi in Finland. Ja, is wel leuk, hè, hier. Ja, het is echt mooi. Lampjes ook in die boom. Nou, welkom bij reisbureau IJzerman. Ja. Ik ben gewoon puur op vakantie. We zitten hier even in de plaatselijke sneeuwbui. Met een gangetje van 85. Maandagochtend, 3 januari. En we hebben net de grens gedaan. We rijden bij Karasjok Noorwegen binnen. Even aan geadresseerde doorgang. Het is onderhand 10 uur en nog steeds niet helemaal licht. Het is nog steeds schemerig.
4 karretje op binnen. Het is onderhand 20 graden onder nul geworden, dus het gaat lekker. Net even de noorden voorbij gelaten, die gaat er gewoon met plankgas overheen hier zo. Dit zag er in de zomer toch anders uit, Luus? Dat mooi zacht, hè? Ja. Net of je op een dekentje rijdt. Zo, kom nog even wat aan. Zo! Ik kom ook de bocht om. Nou, je ziet dus even, het weet helemaal niks meer. Hè? Een beetje gelegen hier rechts. Ja, ja. Dat zit ook al een beetje dicht. Het is 12 uur, we hebben net gelost in Porsingmoen. En het begint alweer schemerig te worden. Dat is de kazerne waar we nou overheen rijden. Ik zat hier de port in Noordkaap, 181 kilometer. Wat een landschapje. Number. Serieus beeldje. Nou, we hadden het vest op 92. Zie je? Ja. Kijk, hoe donker dat daar wordt.
Ik ben rechts die palen. Daar hangen ze die stokvis aan te drogen. Het wordt een supermarkt linksaf naar Alta. Rechtdoor gaan naar die Noordkaap, zie je? Ja. Knippen we er even twee uit, hè? Wat een lucht in de voren. Mooi, hè? Ja, zo'n wijs. Ja.